Ik voel me hier net een dominee op een preekstoel. Ik vind het wel een mooie kerk ook. Ik wil jullie, beste collega's, allemaal van harte welkom heten op deze dag, Show and Share. Niet de eerste dag, maar wel de eerste dag met zoveel deelnemers, zoveel collega's aanwezig vanuit alle disciplines, vanuit alle vestigingen die vandaag hier zijn. Het zijn er meer dan 900 in getal, maar ik heb begrepen van Hans, die vandaag in meer dan 100 workshops elkaar kunnen informeren en vooral elkaar kunnen inspireren over datgene wat er bij onze hogeschool gebeurt. Ik hoop dat wij vandaag heel veel materiaal meekrijgen voor onszelf, zodat we als het ware ook weer gelaagd worden in datgene wat we met z'n allen hier aan het doen zijn. En dat we gevoeld en geïnspireerd ook de dag van morgen weer tegemoet kunnen treden. Ik zou maar even de kans bij de kop willen pakken om Hans en zijn team zeer te bedanken voor het enorme voorbereidende werk wat hier op deze dag heeft plaatsgevonden. Ik vind dat zij een geweldig applaus verdienen voor datgene wat zij gedaan hebben. Ik hoop dat wij vandaag ons niet zozeer laten inspireren over datgene wat men van ons vindt en datgene wat men over ons zegt, maar ik hoop dat wij vandaag vooral de kans te baat nemen om elkaar te inspireren over datgene wat er gebeurt bij onszelf. Mijn indruk is, en het is niet alleen maar meer een indruk, en dat geldt ook voor mijn collega's Lineke en Kees en het college van bestuur, wij hebben in de afgelopen weken hier enorm veel betrokkenheid en motivatie gezien van collega's die met inspirerende zaken bezig zijn. En ik hoop dat wij dat elkaar vandaag ook laten zien. Ik wens ons, jullie, vandaag een geweldig goede dag toe. En ik hoop dat wij aan het eind van deze dag hier opnieuw bij elkaar kunnen komen. Maar dan ook met de conclusie dat het een goede dag is geweest. Dat we elkaar veel hebben gegeven. En dat het energie oplevert voor de dag van morgen. En als wij met z'n allen die energie weer oppakken, dan kunnen wij de wereld aan. En daar zijn we iedere dag mee bezig. Maar dan kunnen wij morgen die wereld laten zien dat wij met fantastische dingen bezig zijn. En ik hoop dat we elkaar aan het eind van de dag, zoals gezegd, dat we dat ook mee kunnen geven. Ik wens jullie een fijne, goede dag toe. We spreken elkaar tijdens talloze bijeenkomsten. En maak er dus iets moois van. Dank u. En de tweede opmerking die ik zou willen maken. Wat hebben wij een ontzettend leuke hogeschool. Wat zit er ongelooflijk veel energie in deze hogeschool. En ik heb er vandaag van genoten. Ik heb heel veel hierop in de plenaire ruimte rondgelopen. Met veel collega's gesprekjes gevoerd over wat zij tegenkomen. Hun ervaringen, wederwaardigheden uitgewisseld. Geweldig leuk om dat te zien. Maar wat mij opviel was dat bij heel veel congressen mensen in plenaire ruimtes blijven hangen. En dat was vandaag hier niet het geval. Dus wat een honger hebben wij met z'n allen om van elkaar te leren. En wat hebben wij elkaar kennelijk een hoop te vertellen. En dat zegt iets over wat er bij onze hogeschool gebeurt. En ik vind het fantastisch dat wij elkaar zo weten te inspireren. En dat we zoveel verhaal voor elkaar hebben. En ik zou willen dat mensen aan de buitenkant van onze hogeschool dat ook eens een keer zouden ervaren. En zouden zien op welke wijze wij bezig zijn om onze jonge mensen te prepareren voor hun toekomst. En hoe we uiteindelijk ook de kennis en ervaringen met elkaar weten te delen. Dus ik vind dat een geweldig groot compliment voor jullie allemaal, deelnemers van deze dag. En ik hoorde op een paar plekken collega's zeggen, hoe houden we deze energie van vandaag nu vast? Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we straks niet in de auto of in het openbaar vervoer stappen en denken het was een leuke dag en we gaan weer over tot de orde van de dag. En ik was bij de bijeenkomst van Tichelaar die zei wat je eigenlijk zou kunnen doen is dat we de keynote speakers van vandaag proberen vast te houden. Waar we misschien ook wel in een community dingen mee kunnen communiceren. Nou heb ik daar geen verstand van. Maar ik ben ervan overtuigd dat onze collega's van MNC dat wel hebben. En ik zou het eigenlijk wel een mooie uitdaging vinden om datgene wat we vandaag ook met elkaar wisselen,
misschien ook morgen of op andere momenten nog in een vorm van community met elkaar te blijven delen. Zodat we elkaar kunnen blijven inspireren, elkaar het verhaal kunnen blijven vertellen waar iedereen zo mee bezig is. Dus misschien een mooie uitdaging voor MNC om daar eens over na te denken. Om op te merken dat het vandaag niet alleen een dag van collega's is. Maar het is ook een dag van studenten die voor het eerst meedoen aan deze show and share. En ik heb een paar studenten gesproken en die waren allemaal laaiend enthousiast over datgene wat zij vandaag zijn tegengekomen. En ik hoop dat zij daarmee ook het voorbeeld hebben gegeven voor de toekomst. En dat wij Show and Share in de komende jaren nog groter en nog mooier mogen maken met nog meer verhalen van ons allemaal. Dus ook jullie studenten, geweldig dat je er vandaag bij bent geweest. Draag het uit, straal het uit, wat voor hogeschool wij zijn. En dat geldt voor ons allemaal. Ik hoop dat wij de energie van vandaag weten vast te houden, ook voor morgen en de dagen daarna. Wij gaan door met het vertellen van verhalen, maar vooral met het verder professionaliseren van onze hogeschool. Dank voor jullie komst vandaag hier naartoe en morgen weer succes met de dingen.